Na zijn 22e plek in China is het einde van het seizoen voor Mike Teunissen in zicht. Er stond zaterdag alleen nog een rondje van 55 kilometer om de IJsselsteinse kerk met zijn fans op het programma. De laatste loodjes. Ik ben een paar dagen geleden teruggekomen uit China. Daar laatste koers en dat is eigenlijk de afsluiting van het seizoen. Maar nou, en dan konden we deze mooi erop aan laten sluiten. Dus hier eigenlijk bij deze de laatste kilometers gemaakt voor dit seizoen. Ja. De kers op de taart was in 2017 toch wel zijn debuut in de Tour de France. Dat is eigenlijk wel het mooiste, hè? Dat ik mijn jeugddroom eigenlijk mogen vervullen. Meedoen aan de Tour en dan zeker ook nog eens een succesvolle Tour met de ploeg mee mogen maken. Dus dat was echt top eigenlijk. En dat was eigenlijk wel een beetje het hoogtepunt ook van het seizoen. Het voorjaar was oké. Niet super. En daarna aan de Tour was wel heel mooi. En dan het najaar was eigenlijk ook weer goed. Dus het was over het algemeen een heel goed seizoen. Met de Tour deelname natuurlijk wel als kroon als daar. Een van de taken tijdens de grote wedstrijden was lead-outwerk. En dit houdt in dat de Sunweb-rijder mede de sprinttrein aantrok voor andere de groene truiwinnaar Michael Matthews. Ze hadden wel een aantal goede wedstrijden tussen. Ik heb al een aantal keer echt goede lead-outs gedaan. Wat eigenlijk bij niemand opvalt, maar binnen de ploeg dat iedereen toch wel weet dat het goed werk was. Voor de rest, klassiekers zaten natuurlijk een paar goede tussen Nieuwsblad, Dars de Vlaanderen. En in het najaar rijd ik dat toch nog een paar keer prijs, omdat het toevallig goed valt. Negende prijs Tour is nu een keer vierde in een wieltoerrit in China. Het zijn toch wel aardige... Vergeet niet de Bingbank. En zeker ook de Bingbank inderdaad. Al knechtend, denk ik, Tom naar die overwinning geholpen. Zelf nog net geen top 20 klassement. Geeft gewoon aan dat ik stappen blijf zetten en dat is natuurlijk het belangrijkste en dat is het mooiste. Als ik nu zelf zeg maar, richting subtop kan groeien en daarbij nog meer van belang kan zijn voor de ploeg, dan is dat weer een mooie streven voor volgend jaar. Team Sunweb beleefde in een zonderlijk seizoen met onder andere de winst van Tom Dumoulin in de Giro. Teunissen zelf was op dat moment in Amerika. En als teamlid hield hij zich tijdens die weken op afstand van het Giro-team. Ik heb wel gemerkt in de Tour hoe hectisch het kan zijn. Ik bedoel, dan reken ik maar gewoon mee. Als je dan zeg maar een belangrijke man bent, dan komt alles op je af. Dan heb je echt niet geen tijd om nog heel veel van de buitenwereld mee te krijgen. Dus ik heb dat inderdaad vooral op afstand gevolgd. In Californië is morgens vroeg opstaan, gauw even een streampje zoeken en de Giro kijken. En goed, ik heb natuurlijk met heel veel jongens die in de Giro de Tour gereden hebben nog een naseizoen gereden. Dus dan krijg je wel een beetje mee hoe het was en hoe ongelooflijk goed de ploeg eigenlijk reed. En dat geeft natuurlijk ook weer een boost voor iedereen. En dan zie je ook wel dat het ook in het najaar bij iedereen gewoon heel goed blijft lopen. En dat is natuurlijk toch vooral omdat de sfeer zo goed is. Na de vakantie begint de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Teunissen verwacht weinig wijzigingen ten opzichte van dit jaar in zijn programma. Nee, in principe niet. In principe zal het weer bestaan uit voorjaarsklassiekers en het lead-out werk daarna. Hoe dat dan precies gaat uitpakken, dat moeten we nog zien. De mogelijkheid is nou ook dat ik al naar Australië ga om daar al de eerste lead-outs met onze jonge sprinters te doen. Dan hebben we het over de derde week van januari? Ja, dat is dan al inderdaad in januari. Dus dat is wel redelijk vroeg. Dus hoe dat precies gaat knutselen is nog eventjes even kijken. Maar via Down Under dan voorbereiden op... Op de voorjaarscyclus is ook mogelijk, maar dat is nog vroeg. Eerst even vakantie en dan zal ongetwijfeld een heel mooi plan uitrollen. En dan gaan we weer met de frisse moeten tegenaan.